Get down. Who's talking? Who's talking? Daar dit meisje putt een monster. Iedereen heeft het over. Who's talking? Who's talking? Who's talking? Hartelijk welkom, ook thuis, dag dames en heren. Hartelijk welkom bij Who's Talking, een nieuw programma weer. Bij Veronica, een nieuw programma, vraagt natuurlijk altijd om enige uitleg. Who's Talking is een candid programma. En dat betekent dat al onze situaties zijn opgenomen met een verborgen camera. Maar in Who's Talking werken wij niet met acteurs, wij werken met echte mensen, zoals u bijvoorbeeld. Ik verras een kandidaat op een moment waar hij niet op voorbereid is en vraag hem om een klein oortje in te doen. En een oortje is een heel klein geluidsontvangertje. Als de kandidaat erin toestemt om vervolgens alles te doen en alles te zeggen wat ik hem doorgeef, dan praten we over Who's Talking. Als het lukt, ontvangt de kandidaat 2500 gulden en kunnen wij genieten van een aantal wellicht kolderieke situaties. Nou, zoiets uitproberen is natuurlijk heel aardig in eerste instantie op een acteur. Een acteur bijvoorbeeld die op het punt staat om mee te werken aan de repetities van een belangrijk toneelstuk. Ik heb die acteur opgewacht ergens in een donker bos. Ik sta hier midden in een donker bos voor het repetitielokaal van een toneelgezelschap, KNG. En voor het gezelschap is het vanavond een hele belangrijke avond, want over ongeveer 2 uur gaan zij de generale repetitie op de planken zetten, zeg maar, van het stuk Moord in de bureaustoel. Dat is een stuk geschreven door ook de regisseur Loeke Eelier. Nou, wie kent hem niet? Zo'n generale repetitie is voor zijn gezelschap heel belangrijk. Alles moet goed gaan, er mag niet gelachen worden, geen grapjes. Toch gaat vanavond iets anders, want ik wil een van de acteurs vragen om een oortje in te doen en alleen te zeggen wat ik hem weer doorgeef, zoals bekend. Het stuk gaat dus iets anders lopen. Ik heb mijn eigen versie. En of die regisseur Loeke Eelier dat leuk vindt, dat weet ik niet. De kandidaat die ik wil verrassen is Mark van Driel. Die komt zo dadelijk hier aan met zijn autootje. Hij is altijd wat eerder, want hij studeert ook theaterwetenschap. Hij weet alleen niet dat ik hem sta op te wachten. Ik sta een beetje te opvallend nu, dus ik ga om de hoek staan, zodat we hem goed kunnen zien aankomen. Het is overigens een leuk stuk. Het speelt ook in het Gooiland Theater binnenkort. Moord in de bureaustoel. Komt hier voor een auto, het lampje maar doen. Hallo? Mark van Driel, dit is hem. De acteur van vanavond. Klopt, hè? Ja, dat klopt. Wat heb jij maar bij, hè? Ja, een snack. Oh, je hebt een dinertje gehad. Ja, absoluut. Even snel. Ja. Kom er maar uit, Mark. Ik heb een heel leuk voorstel voor je, denk ik. Ik zal me eerst even voorstellen. Ja. Rolf Wouters. Mark van Driel. Van Who's Talking. Jij speelt de rol van brigadier. Ja, klopt. Ja? Het is een beetje een thriller, hè, het stuk. Ja. Maar ik heb een voorstel. Je kent je tekst. Absoluut. Ja, hè? Ja. Want je studeert theaterwetenschap. Ja, film en televisie. Ja. Precies. Dus eigenlijk een echte acteur in aanwas. Ja. Maar vanavond wordt het moeilijk voor je, als het aan mij ligt. Ja. Jij kan 2500 gulden verdienen. Ja. Ja. Dat is mooi. Het enige wat je hoeft te doen, is een oortje in te doen. Ja. Ja. Dat is een luidsprekertje. Ja. Ik zit aan de andere kant van de lijn, zeg maar. Ja. En ik geef jou andere teksten. Ja. Dus wat jij doet, is in het stuk alles doen en zeggen wat ik je doorgeef. En als je dat volhoudt, ja. Is die 2500 gulden voor jou. De regisseur zal het niet echt leuk vinden. Dat begrijp ik. Want die is vanavond heel serieus. Ik doe hem. Doe je hem? Absoluut. Ja? Dit is echt je grootste rol tot nu toe, hoor. Ja. Dat is heel erg moeilijk. Absoluut. Nee, ik doe hem. Wij gaan naar binnen. Ik doe jou het oortje vast in. En we gaan even oefenen. Ik laat u zien waar de camera's zitten ook. Wij kunnen alles zien vanavond. Want we hebben camera's. Verborgen camera's. Er zit er eentje. Even kijken. Hier. Ja.
Ja. Daar. En een ander zit daar. Ja. We kunnen de hele set zien. En er is er nog eentje aan de achterkant om te zien hoe de regisseur gaat reageren op jouw verrichting. Ja, ja. Niet waar? Ja. Ik heb hier een oortje, Mark. Ja. Dit is het. Nou, dit dingetje stop je in je oor en dan kun je mij verstaan. En laten we even kijken of het werkt. En even kijken of jij ermee overweg kan. Want het is moeilijk, hè? Ik neem eigenlijk jouw hersens af en toe even over. Dat is ook makkelijk eigenlijk. Ga jij daar zitten? Ja. Loop ik naar de andere ruimte en gaan we verbinding leggen. Nou, hier aan de andere kant, in de opslagruimte, doen we straks de deur op slot, hebben wij met onze technische ploeg, die ziet u hier zitten, een installatie gebouwd, zodat ik met Mark draadloos kan praten. Werkt alles? Ja? Leuk. Ja. En voor we verder gaan is het natuurlijk aardig om eerst even kennis te maken met Mark van Driel. Ja. Die was een van de eerste kandidaten in dit programma. Het was eigenlijk heel moedig om ja te zeggen. Wist je precies wat je te wachten stond? Nee. Helemaal niet. Nee. Nee, helemaal niet. Ja. Nee, het was echt afwachten, ja. Ja. Jij studeert theaterwetenschap in Utrecht. Klopt. En je bent dus lid van de toneelvereniging in Hilversum. Ja. Hoe vaak repeteren jullie? Twee keer in de week, van 8 tot 11 s'avond. Dus echt hard werk is het? Absoluut. Ja, heel serieus aangepakt ook bij jullie? Heel serieus. Dus, en er is een echte regisseur? Ja. Loek Elig. De naam werd al eerder genoemd. Is dat een strenge man? Ja, hij is vrij streng. Yeah. Ja. Kan hij daartegen als acteurs uit hun rol vallen? Niet goed hun teksten kunnen kennen bijvoorbeeld? Nou, hij zal er in het begin zal hij niet echt moeilijk over doen, maar daarna wordt het wel... Als het te lang duurt wel, hè? Jij weet al meer dan u thuis natuurlijk. Ja. Ik had jouw draaiboek op die avond, dus ik had ook jouw teksten. En we zijn begonnen met het toevoegen van kleine regeltjes aan jouw teksten. He, die ik aan jou doorgaf op het moment dat jij aan het spelen was. Kijk maar mee. Dit is de regisseur. Is net binnen, heeft alles bekeken, heeft geen camera gezien. Dan kom je er wel hier onze controlruimte binnen te komen. Want er staat hier een requisit wat hij nodig heeft. Gelukkig ziet de deur nog goed op slot. Hey, hij is aan het bellen. Kijk. Is geen vrolijke jongen. Oké, ik zou zeggen, we gaan beginnen. Maar ja, dat is changement. Kom op, Loek. Nou, kom. Dansen even, kom even terug. En even een beetje losmaken, een beetje losmaken. Ja, dat kan los. We hebben er zin in. Joepie. Ja, joepie. Oké. Perfect, doe maar eens. Jij moet eerst. Volgens het sectierapport is ze door verstikking om het leven gekomen. Het strottenhoofd was beschadigd. En ze had een sneetje. En ze had een sneetje hier, het strottenhoofd. Waarom is hier maar met z'n vijf? Ja, de rest van de inkoop, de boekhoudingen, wat er verder nog mag zijn, zitten allemaal in een pand op de oude Amersfoortseweg in Hilversum. Ook de administratie? Ook de administratie. Is de technische recherche die blijft? Gistermiddag al. En? Op dat tafeltje stond een glas waar het whisky moet zijn gedronken. De vingerafdrukken waren redelijk. Tot zeer, zeer scherp. Tot zeer, zeer scherp. Sorry, ik moet even stoppen. Ja, iedere zin hebben die eigenlijk. Hè? Ja, iedere zin is maar anders bij jou. Ja? Ja. Oh, sorry. De derde etage, een kantoor. Maar jouw zinnen zijn ook... Maar jouw zinnen zijn ook volgens mij... Anders. Maar is dat dan? Jouw toontje is ook anders. Ja. Mijn toontje is anders, hè? Ja. Het is weer een voorstel. En je begint meteen al met je opvulling met noteren. Dat doe je niet als je pakt in de Dat doe je straks. Dat is een later. Ja. Sorry. Nou, Mark. Ja. Het is duidelijk, er wordt meteen al gevraagd aan je of je niet helemaal lekker was. Ja. Dat was heel knap van jou om die zinnetjes eraan toe te voegen, want je moest natuurlijk wel je eigen teksten nog steeds kennen.
Kon je je lachen goed inhouden? Ja, dat lukte wel. Ik was meer bezig met wat er allemaal zou gaan komen eigenlijk dan te denken van nu ga ik in de lach zitten of zo. Ja. Wat we begrepen hebben nu inmiddels is dat het een stuk is, Moord in de bureaustoel, waarin jij een politieagent speelt of een rechercheur zelfs. Nee, een brigadier. Een brigadier. Nou ja, in ieder geval iemand die bij de politie werkt en met het onderzoek belast is. En die tot nu toe eigenlijk zinnetjes aan toevoegen is. Luc Elig, de regisseur, kijkt niet echt blij. Oh? Nee, dus dat... Dus dacht ik, we maken het nog iets erger. Ik ga jou vragen om overdreven je excuses te gaan maken aan Luc. Ja. Kijken hoe dat ging. Luc? Ja? Sorry. Dat mijn tootje anders is. Ik zal mijn tootje anders doen. Dat het tootje nu anders is. Ja, nou, maar dat doe ik wel. Ja. Oké, Thea. Wil je meer volume geven? Ik door de deur. En dan onderbreken we niet. Loop. Ja? Loop. Sorry. Zat ze hierin? Het taal lag ernaast. Volgens het sectierapport is ze door verstikking om het leven gekomen. Het strottenhoofd was beschadigd. En er zat nu geen sneetje op. Die op dat glas waren van de huishoudster. En van iemand die ze nog niet thuis kunnen brengen. Die is gaan lopen. Daar staat niets over in haar agenda. Alleen de taal waarmee ze gewurgd is en dat lag hier op de grond. Een normaal dik paktaal, niks bijzonders. We halen maar verder in je agenda. Afspraak genoteerd met notaris De Gooier in Laren. Ik heb een zware dag gehad. Ja, maar... Opgewonden. Nee. Nee. Dat is niet de bedoeling, Loek. Dat is niet mijn bedoeling. Absoluut. Geconcentreerd. Ja. Zullen we het anders opnieuw oppakken? Vanaf het begin? Dan geef ik even al. Dan doe ik echt heel goed mijn best. Ja, dat doe ik even heel goed. Speciaal voor jou, Loek. Ook ja, voor jou. Actie! Ik zal mevrouw Verhagen zeggen dat... Sorry. Nee. Ik voel me ook helemaal niet lekker. Maar wat heeft het dan voor zin? Je komt hier op in de scène. Ja. Ja. Ja, ik ben van slag. Ja, ik ben van slag. Ik heb, Slecht gegeten, alles slecht geslapen. Slecht gegeten, slecht geslapen, het is druk geweest. Première komt eraan. Première, gespannen. En ik vind gewoon dat ik soms niet goed genoeg acteer voor jou. En soms heb ik het idee dat ik niet goed genoeg acteer voor jou. Dus dat je me ook niet waardeert. Dat je me niet waardeert. Heb je dat ooit gezegd? Nee. Je mag articuleren, maar ik heb het niet nodig, want je praat een beetje minder binnensmonds. Ja. En je hebt af en toe zo'n voorleestoontje, die moet je erop. Ja. Zo'n zweef. En zo'n zweef... Gevoel. Dinges. Ja, en mag ik dat niet zeggen? Ja, je hebt gelijk. Ja, je hebt gelijk. We gaan nu beginnen. Ja. Sorry, Vincent. Sorry, Loek. En dan moet u eigenlijk ook nog weten dat dit een hele belangrijke repetitie was, hè? Ja, het was een doorloop 2 weken voor de voorstelling, zeg maar. Dus heel erg belangrijk. Het was echt...
ja, echt achter elkaar dan doorspelen en kijken hoe het ging. Dus het ging dus niet die avond. Ja. Dus, maar het is een soort generale repetitie, ja. Hè? Dan is het niet de bedoeling dat er grapjes worden gemaakt. Nee, helemaal niet. Want dan raakt iedereen van slag. En er werd al gezegd en gevraagd of jij van slag was. Dat was dus niet zo. Maar wat je thuis moet weten is dat wel iemand inmiddels jouw moeder had gebeld op dat moment, hè? Ja, klopt. Met de vraag of je dronken was, pilletjes had genomen of iets dergelijks. Ja, ja, precies. Er was inderdaad iemand die was heel bezorgd en die wilde me al thuis brengen en het gaat niet goed en zo. Dus, ja. Ja, dat is erg. Nou, je begrijpt dat ik er inmiddels wel lol in kreeg natuurlijk. Ja. Ja, hè? Dat kun je je voorstellen. Ja. Er werd heel wat gelach ook in de kamer achter het toneel. En zeker toen wij bedachten van, weet je wat? We laten Mark zich nu gewoon met alles bemoeien, met het hele stuk. En we zorgen ervoor dat iedereen absoluut geïrriteerd raakt en in de war. Maar dat is wel gelukt volgens mij. Ja, dat vind ik goed. Smerig rotwerk. Nou. Ja. Nou, dat was ook wel een vuile bedachtmaking. En waar komt dat tekort vandaan van 45.000 gulden? Kan me staan? Geef me daar eerst maar eens een goede verklaring voor. Sorry, 45.000? Sorry, 45.000 gulden. Dat is veel geld. Dat is veel geld. Maar dat was niet mijn tekst. Kijk, ik had zelf wat aanpassingen. Ik had zelf wat aanpassingen gemaakt. En dat loopt niet dwars door mijn hoofd. Dat loopt niet dwars door mijn hoofd. Ik vond het wel leuk. Ik heb een beetje van, ik ga even maar een kopje koffie op de gang. Ik denk, jullie gaan nu even gewoon verder. Jullie zijn rol en jullie gaan gewoon verder. Nou, nee. Ik wil gewoon even met Loek praten. Even met Loek praten. Kan Loek naast me komen? Kan Loek even naast me komen zitten? Huh? Huh? Nee. Ja, zo lekker. Maar Loek? Nou, ik... Er zit me iets langer dwars al. Er zit me al iets langer iets dwars. Want je weet dat ik theaterwetenschap studeer. Want je weet dat ik theaterwetenschap studeer en... Ja. Ik vond je wel nog een mooi moment. Ja. Ja. Als ik je al eerder was. Ja. Heb ik nooit wat van gemerkt dat je al iets was? Nee. Heb je ook nooit wat in je pizza van samen zit? Nee, maar ik vind het stuk gewoon... Niet goed? Niet goed. Ja, nou, ook dan kom je daar op een nacht om. Het is heel onlogisch. Die man heeft het over 45.000 gulden. Die man heeft het over 45.000 gulden. Nou, dat is een heel raar bedrag. Dat is een heel raar bedrag. Heel veel geld. En dan, ik word in de war van flashbacks. Doen we dan even flashbacks? We gaan het echt doen op Nee. Ik hoor hier op de bank te zitten. Ik hoor hier op de bank te zitten. Ik zit notities te maken. Ik zit notities te maken. Nee, niet als ik tekst heb. Niet als ik tekst heb natuurlijk. Ja, dat was het niet. Sorry, Loek. Sorry. We waren bij die vijf. Hallo, een man geleden op de spoorloop. Dat staat niet in mijn tekst. Dat staat niet in de tekst, ligt zijn zin. Jij denkt toch zeker niet. Sorry? Wat er zo door jou wel gehouden. Kan het wat zachter? Wat begin je nou alweer? Kan het wat zachter? Kan het wat zachter? Ik zit hier met toetsen. Ik laat me niet door jou als het wij afgeven. Wie scheep wie af? Ik heb je wel door hoor. Ik weet precies waar jij op uit bent. Je laat mij het vuile werk doen en als het straks controle komt, dan kan ik wel even opdraaien. Ja, er is 45.000 gulden zoek. Ja, 45.000 gulden ze zoeken. Over jullie grote laat moeten de extra constructies bedenken om ze de boel over te kunnen brengen. Ja. Ja. Je hebt hem zover. Hij is weg. Nee, Sur is weg. Het is gelukt. Alvast gefeliciteerd. Ja. Maar we zijn er nog niet helemaal. Want je was echt heel vervelend aan het worden. Je ging je bemoeien met de andere acteurs. Met inderdaad wel leuk om te doen, toch? Absoluut, ja. Heel leuk om een keer zo vervelend te mogen. Zal ik elke week terugkomen? Ja, heel leuk. Gelukkig was zo, Loek is weggegaan. Hè? Het spel heeft even stilgelegen. Jij hebt je weer even normaal gedragen, zeg maar. Ja, eventjes. Maar hij kwam terug, Loek. En toen bedachten we,
Wat u nu ziet is eigenlijk het eerste bedrijf van het stuk, hè? Ja. En het laatste bedrijf, dat is ongeveer 2 uur verder, dan pas wordt bekendgemaakt wie de moord heeft gepleegd. En wat zou niet aardig zijn als jij nu al ging roepen dat je zou weten wie de moord heeft gepleegd. Wat zou Luke dan doen? Ga je mee? Ja. Ah, daar is Luke weer. Ah, daar is Luke weer. Je was een bom bij hem in dienst. Je was zijn hulpje. Meer niet. Dag en nacht was ik ermee bezig. Overdag op het kantoor en s'avonds in het magazijn. Zal ik u eens wat vertellen? Zal ik eens wat vertellen? Mag ik eens wat vertellen? Mag ik eens wat vertellen? Meneer? Clear? Meneer? Meneer? Hallo? 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 Jongens? Ga even staan maar. Thea staat ervoor dat ze hem naar huis brengt. Luke? Ik weet het. Ja, sorry. Ik weet het, ja. Tilly heeft het gedaan. Thea heeft het gedaan. Tilly heeft de moord gepleegd. Tilly heeft het gedaan. Tilly heeft het gedaan, jongens. Tilly heeft het gedaan. Ik weet het zeker. En ik hoop dat je donderdag bij je positieve bent, en dan gaan we donderdag zijn. Ja? Ja? En dan nemen wij er nog een paar scènes door, ja. Waar jij niet meer nodig bent. Ja, je moet natuurlijk nog slapen, jongen. Luke, ja, mag ik even stil van iedereen? Mag ik even stil van iedereen? Luke? Kom eens. Ja, kom eens. Ik moet je iets zeggen, dat mag iedereen horen. Ik moet je iets zeggen, dat mag iedereen horen. En ik hoop dat je moet lachen. Ik hoop dat je moet lachen. Want ik was hier niet zelf vanavond. Mijn teksten worden mij op dit moment ingefluisterd. Ik heb een oortje in. Ik heb je gevolgd. Je bent er helemaal ingetuigd. De gastheer komt eraan. 1000 maal excuses. Goedenavond. Hoe fout is. Kom maar bij. 1000 maal excuses voor dit alles. Wij hebben in ons midden een van de sterkste acteurs. Want de man moest niet alleen naar u luisteren. Zijn eigenlijke teksten die door u zijn geschreven uit zijn hoofd leren. Maar ik tetterde ook nog tussendoor in een oortje. Dus alle lelijke dingen die hij heeft gezegd komen van mij. Nou, dat hoorde je dan. Ja. Volgende keer controleer ik eerst het oor. Ja. Absoluut. Je krijgt je oortje terug. Maar het oortje is terug, is klaar voor de volgende kandidaat. Nou, wie durft? Nou, de operatie lijkt ons geslaagd. En u vraagt zich misschien af, die regisseur, is hij nog wel voor reden vatbaar? Jawel, want hier is regisseur Luke Eenlieg en acteur Vincent Koch. Hallo. Hartelijk welkom. Hallo. Hallo Vincent. Hoe is het met jullie? Nou, de beelden weer zie slecht. Ja, ja, hè. Want jij was als eerst even de tegenspeler, hè? Ja. Die begon te klagen over de zinnetjes die werden toegevoegd. Jullie bekennen elkaar vrij aardig. Nu wel, ja. Zeker. Ja, ja, ja. Maar het irriteerde jou echt, hè? Later, ja. Ja. Nu ik het weer zie, krijg ik weer kromme tenen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik heb ze nog steeds. Ja, ik zie het. Ja. Nee, ik zie het. Want u keek al zo streng de hele avond, maar dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Ja, ja. Nou, ik zat in een geweldige tweestrijd. Ja? Of ik moest hem naar zijn strot vliegen, ja. Want dan was ik toen in staat. Ja. Of ik moest denken, die jongen die is totaal van slag af. En ja, dat laatste, dat heeft me de hele avond bijgebleven. Het is ja, me de hele avond u bent beminnelijk geweest eigenlijk. Ja, ik nooit geweten dat ik zoveel geduld kon hebben. Nee, nou, dat maakt van u ook een topregisseur. Ja? Die hebben dat namelijk. Oh, dat was ik toch niet? Oh. Nou, nu wel hoor. Goed. Maar mag ik u nou eens vragen, u liep op een gegeven moment echt weg. Ja. U bent ook een poos op de gang gebleven. Nou, niet boos. Ik was heel, heel erg bezorgd. En ik wist niet, wat moet ik doen? Hoe kan ik het hier afronden? Hè? En een van de speelsters, Marlene, die kwam naar me toe. Die zei, ik ga zijn moeder bellen. En ik heb het maar over me heen laten gaan. Ik wist echt niet wat ik moest doen. Ik dacht, we zullen misschien beter de politie bellen, ambulance bellen. Ja, jongen, ja. Ik dacht aan een aanval van schizofrenie of zo. Dat hij, ja. Ik, op een gegeven moment, toen hij pal naast me stond, dacht ik ook nog dat hij uit wilde halen. Dan heb ik, dacht ik nog zo'n soort afweergebaartje gemaakt. Ja. Ja. Ja, ik was echt zwaar aangeslagen. Ja, het is gelukkig allemaal niet nodig geweest. Nou, u zei zo even, het was een generale repetitie. Was het niet, we hadden nog 10 dagen tevoren
Maar we hadden die repetitie heel, heel hard nodig. Achteraf is gebleken, het zijn twee fantastische voorstellingen geworden. Dat gelukkig wel. Zie je maar, een beetje ontspanning, weer. Ja, goed. Ja, er mag wel gelachen worden bij repetities. Ja, oké, ja, oké. Okay. Maar er zijn momenten dat je pas achteraf moet lachen en niet tussentijds om de zaak niet in de war te sturen. Maar gelukkig, KNG in Hilversum weet altijd wel een goede voorstelling te brengen en daar zijn we achteraf toch wel heel blij om. Precies. Onthoud die naam. KNG, als zij ergens een voorstelling brengen, gaat er dan ook absoluut naartoe. U staat binnenkort met een nieuw stuk weer in het Gooiland Theater, toch? Hoe heet dat stuk? Nou, dat weten we eigenlijk nog niet. Nou, ja, laat ik zo zeggen. U moet nog schrijven. Nee, we weten het wel, maar er schijnt iemand de naam veranderd te hebben. Oh, dus, maar dacht u de regisseur? Nee. Alleen van het eerste stuk. Het tweede stuk wordt geregisseerd door John van der K. Ah. Maar het schijnt dat de naam veranderd is. Maar daar ben ik niet van, zeker van. Ja, maar we onthouden KNG. En een klucht. Oh, er valt te lachen. Er valt zeker dat is absoluut mooi. Nou, nu mag je ook weer lachen. Jij helemaal, Mark. Want je hebt het uitstekend gedaan. 2500 gulden. Dat is onze beloning voor iemand die het aandurft om het oortje in te doen. En dat tot een goed einde te brengen. Ze zitten hier in de gouden envelop. Gefeliciteerd. En nu hartelijk dank voor uw komst hier en voor de leuke momenten. Ik stel voor dat wij even naar de reclame gaan, maar daarna ziet u hoe Hans van der Tocht ook wordt gefopt. Tot zo dadelijk. Welkom terug, dames en heren, bij Hoe Stok. Nou, ik denk dat u inmiddels wel begrepen heeft hoe dit programma zo'n beetje in elkaar steekt. Zo'n oortje kan je natuurlijk bij iedereen inbrengen, tenminste als die daarvoor toestemming geeft. Maar, wat vindt u van het volgende idee? U kent allemaal Hans van der Tocht en Hans van der Tocht is een zeer gewaardeerd collega van mij. Hij maakt een leuk programma, Rad van Fortuin. Hoe zou het nou zijn als Hans van der Tocht geconfronteerd wordt met een kandidaat die een oortje in heeft? Dat wordt raar. We hebben dat gevraagd aan iemand die op het punt stond om aan het spel mee te doen. En dat was Ruud Drupsteen en die is hier. Leuk dat je er bent, weer moet ik eigenlijk zeggen, want het was enige weken geleden hè, dat jij op het punt stond om mee te doen aan de opname van Rad van Fortuin. Dat klopt, ja. Het was lunchpauze en wat gebeurde er toen? Het was lunchpauze en ik zou de eerste opname zijn na die lunchpauze. En ik werd van tafel gehaald, er was een telefoon voor mij. Nou, dat was even schrik in eerste instantie, want niet zo heel veel mensen wisten dat ik aan het Rad van Fortuin mee zou doen. Dus ik ging mee de gang over en nog een gang over. En ik werd overvallen door jullie cameraploeg dus. Precies. En ik vroeg jou om het oortje in te doen. Daar schrok je van. Daar schrok ik heel erg van. Want je durfde eigenlijk niet, hè? Nou, ik durfde... Nou, nee, dat is niet helemaal waar. Het is namelijk zo, ik wilde heel graag... Klinkt misschien vreselijk kinderachtig, maar ik wilde heel graag meedoen aan het Rad van Fortuin. Daar was ik helemaal op ingesteld. Ik was pas verhuisd. Ik wilde dit, ik wilde dat. Ja, je was gewoon hebberig. Ik was en ben hebberig. En dat bent u allemaal als u in Rad van Fortuin staat. Ja, dus ik had iets van, nee, daar pas ik voor. Ik wil meedoen aan het Rad van Fortuin. Dus zodoende leek het misschien alsof ik het niet dorst, maar nee, nou, ik heb het gedaan. Uiteindelijk, ik hoefde maar één ding te doen en te zeggen, Ruud, ik heb 2500 gulden. En hij zei ja. Toen zei ik ja. Precies, Ruud, jij komt uit Amsterdam, dacht ik, hè? Ja. Ja, wat doe je normaal in je werk? Ik ben werkzaam als acteur-zanger. Acteur-zanger. Ja. En dat kwam ons toevallig goed van pas, want dat betekent dat je dingen ook mooi kon voordragen die ik je influisterde. Ja. Jij bent na de lunchpauze gewoon op je plek gaan staan in de Rad van Fortuin, precies zoals in de repetities. En ik heb je hier en daar wat geholpen, nietwaar? Jij hebt het ook nog niet gezien. Nee. Dus ik stel voor, laten we gaan kijken, dames en heren, naar een aflevering van Rad van Fortuin. Vijf, vier, twee, één. Nou, we gaan beginnen allemaal. Rad van Fortuin, Hans van der Tocht en onze kandidaat Ruud staat er helemaal klaar voor. Het woord ligt hier. Zwaai met twee handen. Perfect. Vanuit Studio 1 in Aalsmeer kan het rad nog niet draaien zonder Cindy en Hans van der Tocht. Joe!
gaan lekker met een half uurtje puzzelen met drie kandidaten. En fijn dat je allemaal weer kijkt trouwens, dat wou ik even zeggen. Jij nog wat te zeggen eigenlijk? Of? Nou, ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar die kandidaten. Dus Gaston. Ja. Yeah. Nou, Cindy, daar gaan we. Kandidaten. Ruud, zwaai, ja, steek je tong even uit. En nog een keer je tong. Nog een keer je tong. Steek je tong uit. Heel goed, Ruud. Ruud, als je wint, kan je iedereen opbellen. Hans, we kunnen een leuke aflevering gaan maken. Nou, dat denk ik wel best wel, want het zijn inderdaad weer ontzettend fijne kandidaten. Dus gaan we gauw beginnen met ons spelletje. En dat betekent weer dat Cindy naar de letterbord gaat. En ik ga weer naar... Veel succes. Ruud, bent op. Okay, even rustig wachten. Ronde 1. Ruud, jij draait hem dus zo naar rechts, de verkeerde kant op. En wat zoeken wij? Wel een ster en film. Dus een filmster met film. 36 letters, een heleboel. En het is Ruud die als eerste mag gaan draaien. Succes. Ruud, draai maar naar rechts. Ruud draait de andere kant op, wat leuk. Ja, ook voor is. Jij vind ik enig. Dat houden we gewoon in. Maar de volgende keer gaan we die kant op, oké? Okay? Je bent nu op de 700 gulden terecht gekomen. Zeg het maar, een medeklink. Een N. De N van Nico zit er 1, 2 keer in. Heel goed. Nu met de rechterhand, Ruud, en dan, woeps, die kant op. Oké, of ben je links? Ik ben eigenlijk links, maar dat geeft niet. Oh, lukt het? Ja, lukt het? Ja. Anders gaan we het hele decor verbouwen, hoor. Dan gaan we dus gewoon zo... Nou ja, de R graag. Rustig, rustig, 800 gulden. De D van Dirk. Heel goed. Ja, dat heb ik 2 keer voor je. Prima. Even gaan we door, Ruud. De A van Anton. De A van en Anton. En de A van Anton. Eerst draaien wij altijd hier bij het hand. Sorry. Oh, je wil een klinker kopen, nu bedoel je. Kan ik al kopen? Kan ik al kopen? Ja, natuurlijk kan je. Oh, hoeveel kost dat dan? Hoeveel kost dat dan? 500 gulden. 500? En hoeveel heb ik? Hoeveel heb ik? Ja, zullen we doen maar. Hoeveel heb ik? Oké, we nemen de A. Oké, 1 keer. Ja. Nog, kan ik weer kopen? Wat gaan we doen, Ruud? Kan ik nog meer kopen? Kan ik nog meer kopen? Ja. De E? De E. Even Eduard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, dat gaat lekker, Hans. Gaat lekker, Hans. Ja, hij gaat heel goed. Ik zit er nu lekker in. Hartstikke lekker. En kan ik nog een medeklinker kopen? Ik kan ook nog een medeklinker kopen. Nee, dan moeten we altijd eerst verdraaien, weet je wel. Oh, dan moet ik verdraaien. Maar dan koop ik gewoon nog een klinker. Zullen we maar doen? Koop ik nog een klinker? Koop nog. Ja, ik ben gewoon een beetje gek. Even denken. Even denken. Zeg het maar. En Hans, wat denk je? Zal ik de U doen? Zal ik de U doen? De U van Utrecht. Zal ik eens kijken doen? Ja, 1 keer, 2 keer. Zelfs. Oh, dat gaat lekker. Gaat lekker. Ja, het gaat hartstikke lekker. Ik vind het een leuk spel. Zullen we gaan draaien voor de verandering? Ja, die leuk. Die klinken? Ja, ik draai gewoon nog een keer. Ja, oké. Okay. Nou, hey. Ik ben benieuwd, Hans. Ik ben benieuwd, hoor. Hè? 750. 750. Kan ik daar een ei voor kopen? Nee. Kan ik daar een ei voor kopen? Nee, maar een ei heb ik niet. Je hebt gedraaid. Oh, natuurlijk. Dan neem ik de Z. De Z. De Z van Zacharias. Ja. 1 keer ook. Ik ben goed, hè? Ja, gaat goed. Hoeveel heb ik nu bij elkaar gespaard? Hoeveel heb ik nou bij elkaar? Je hebt nog 7650 gulden. Je tijd is om, helaas. Het is die Z die door. Maar ik weet het woord. Oh, wat jammer. Hans, ik weet het woord. Hè? Ik weet het woord. Ja, nee, dat is te laat, want die zit er. Ah, dat is flauw. Lisette, ja. Ik weet het woord, Hans. De H van Hendrik. En H van Hendrik 2 keer. Ja, maar goed, nou, ik weet het woord, Hans. Ja, ik weet het woord. Ja, maar je bent niet aan de beurt. Nee, maar ik wil aan de beurt. Ik weet het woord, Hans. En we gaan naar de 50, Inge. Ik weet het woord. Ja, maar Inge gaat het misschien niet. Inge niet. Dat is het probleem. Inge weet het niet. Wat zeg je? De B van Bernard. De B van Bernard. Inge weet het niet. Goed. Hans, ik weet het woord. Nee. Ga maar na. Hans, ik weet het woord. Zeg jij die zet? Hij zegt ik weet het, maar hij zegt... Ja, hij ik weet het al heel lang, maar hij ik weet mag... Ja, maar jongen, je mag nog even... Waarom nou niet? Jij weet het niet. Zo weet ik het. Nee, Inge weet het nog niet. Ik weet het wel. Hè? Stefan Cornelis. De Stefan Cornelis, 1 keer. Ja. Je hebt 2050 gulden. Ik wil het proberen. Ja, we gaan daar... Oh, ze gaat het proberen, Hans. Oh, Hans, ze gaan het proberen. Estavedes en de Hunt for Red October. Hij is helemaal goed. Ja, nou. Nou, zeg. Ja. Dat is me ook wat. Ik ben helemaal teleurgesteld. Ja, daar begrijp je ook niks van, hè, Ruud. Nee. Ik ben helemaal teleurgesteld. Nee, het ging lekker. Het was heel moeilijk, hè? Dat ik ken die acteur niet, dus. Nee, ik had er ook even moeite mee. Ik moest ook even bij de redactie nachecken. Maar hij is toch behoorlijk beroemd. Ja. Nou. So far so good, zou je kunnen zeggen. Het was jammer dat de zoomer ging. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken de spelwijze van het Rad van Fortuin niet zo goed. Ik had helemaal niet die zoomer geregeld. Nee. Want je had het woord moeten raden. Maar dat haalden we niet.
Toch is het heel raar, Hans... Jammer trouwens. Ja, jammer hè, ja. Want Hans zegt iets heel raars. Hij heeft over Enrique Estavelis, een bekend acteur. Die naam is door ons ingevoerd, die acteur bestaat helemaal niet. Dus hoe zit dat nou, Hans van der Tocht? De showmaster himself is hier, dames en heren. Hoi Hans. Van ik zien. En Rietje Estavelis. Ja, hij is heel bekend uit de hand voor Red October. Het wereldberoep te zijn. Absoluut niet. Nee, de enige naam die er misschien op lijkt is Emilio Estevez. Ja, dat zou ook kunnen. Ja, dat zou ook kunnen. Ja. Maar je keek ook inderdaad verward. Ik was zeer verward, ja. Omdat ook de eerste categorie werd helemaal veranderd. Er stond eerst iets heel anders. En plotseling werd gewoon door de redactie met handschrift op het kaartje geschreven. Dus die acteur en die film. En die film, dat zei me wel iets, maar die acteur dus helemaal niets. Ja. Maar dat zal wel. Er staat vaker wel eens iets wat ik niet weet. Dus ik vertrouw de redactie. Heel dus, menselijk. Ja. Je bent gewoon een mens, eigenlijk. Ja, eigenlijk dat is toch leuk. En ook een mens wat zich langzaam staat op te winden. Ja. Want je vond het een vervelende kandidaat, geloof ik. Hè? Tot zover in ieder geval. Nou, ik vond hem niet eens zo vervelend. Maar het rare was, omdat ik had hem vlak voor de uitzending horen praten met een van de redactieleden van mijn programma. En dat deed hij dus heel normaal en heel relaxed. En duur moment dat we dus met die uitzending gaan beginnen, is die man plotseling zo raar aan doen en zo zenuwachtig. Ja, maar hij is gewoon hebberig. Ja, en dat heeft hij al verteld. Hij is hebberig, ja. Dat was nog niet eens zo raar van hem, hoor. Nee. Dit is niet alles, Hans. De beelden die nu gaan volgen zijn voor jou wellicht schokkend. Want ik zat boven, verstopt in het lichthok, zoals wij dat noemen, waar licht en geluid wordt geregeld. Jij kon mij niet zien. En ik dacht, ik heb het woord nu gemist. Dan gooi weer een ander schepje bovenop. Ik moet je gek zien te krijgen. Nou ja, of dat gelukt is, dat weet ik niet. Nou, maar ik wel. kijk je mee, Hans? Heel graag. Ja, heel graag. Daar gaan we. Wij gaan onder nummer 2 spelen, mensen. En u weet thuis wat dat inhoudt. Namelijk dat het hoogste bedrag natuurlijk weer de 2000 gulden is. En dat wij het weekendje op het rad hebben gelegd op de 700 gulden. En in deze tweede ronde zoeken wij nu een ding. Enkelvoud. We hebben 13 letters. En het is Lisette die als eerste mag draaien. Ga je gang. Waarom mag zij nou als eerste draaien? Waarom mag zij nou het eerste draaien? Omdat we de tweede ronde beginnen. En dan mag de tweede kandidaat. Ja. Oh ja. Oh. Lisette, bankroet. Wat zonde. Mooi. Wat een slechte start. En het is Inge Niedoor. En we gaan naar de 400 gulden, Inge. De N van Nico? En Nico? Nee, helaas niet. Ruud. Ah, ben ik eindelijk aan de beurt? Ja, die ben jij. Dat is mooi. Wacht even, Ruud. Oh. Ja, even wat harder draaien. Ja. Even wachten, Ruud. Hij moet namelijk een minimale ronde draaien. Ik geef hem een letter en ik geef een P. Ik geef een letter en dan geef ik een P. Nou, even wat. Nee, wacht even. Waar gaan we? Sorry? Wat is er? Ruud, ik geef je tekst. Ik weet niet wat u bedoelt. Hij staat met een goede draad. Ruud, ik ben bij. Ik ga het mij alleen maar naar. Sorry, Hans. De P, Hans. Ja. Wacht even, wacht even. Hans, sorry. Hans, sorry. Ja, oké. Sorry. Nee, je gaat even opnieuw draaien. Sorry. Dan met de P wil ik hebben. Ja, dat kan als je gedraaid wordt. Ja. Ruud. Zeg maar tegen Hans, sorry. Ja. Sorry, Hans. Sorry, Hans. Sorry, Hans. Maar... Nee, hoor, oké. Okay. Nee, ik ben zo zenuwachtig. Moet even opletten op... Ik ben zo zenuwachtig. Ik ben zo zenuwachtig. Ik zie al die mooie keizers. Ga maar draaien nu. Ja. Oké. Okay. Ruud, blijf goed aan me luisteren. Ik geef je alle tekst. Oké, Ruud, eens even kijken. We gaan naar de joker, jongen, uit Steven. Ja, ik zet de joker in. Ja, ligt naast je. Ik zet de joker in. Mag je hier neerleggen? Ja. Ik zet gewoon de joker in. Ik zet de joker in. Ja, jij zet de joker in. Ja, nou, ik leg hem dan gewoon daar neer, Hans. Ik leg hem daar neer, is goed. Ja, is dat goed zo, Hans? Zo is goed, toch? Ja. Moet ik jou een letter geven? Oh, had ik ook een letter mogen geven? Nee, dat gaan we nu doen. Ik vind het een leuk spel. Moet je hoor, we komen ik vind het een leuk spel. 200. Ik vind dat een leuk spel. Een P. Wat een rotspel. P. De P van Pieter, die wilde die al een hele tijd hebben. Ik vind het wel een leuk spel. Oh, gelukkig. Okay. Laat maar even denken. Hij mag weer draaien. Mag ik even ik denk dat ik het woord weet. Ik denk dat ik het woord heb. Weet het woord? Ik weet het woord. Je weet het woord, oké. Mag dat dan? Mag dat dan? Ja, natuurlijk. Want er staat maar één letter. Want er staat nu maar één letter. Ik koop ook nog een klinker. Ik koop nog een klinker. Een I. Nee, daar heb je niet genoeg geld voor. Je moet gewoon nog een keer draaien. Maar dan kan je toch lenen? Dat kan ik toch lenen? Dat niet lenen dan?
Zo. Nee, er valt niks te lenen in dit spel. Nee, had ik er maar bij me zeggen. Nou, ik doe het, maar ik weet het woord. Ja, maar ik weet het woord. Nou, zeg het dan. Oh. Ja, tijd is voorbij. Wie zegt het woord? Maar ik weet het wel. Ik weet het wel. We komen op 300 gulden, Lisette. De thee van Tinus, alsjeblieft. De thee van Tinus. Nee, dat is niet goed. Maar de computer weigert nu ook nog aan mij door te geven. Ik zei het ook dat het niet goed was. Oh. Ik denk dat we... Ik zei dat de thee zat in. Hij zit er wel in. Deze gaat weg, Cindy. Cindy gaat weg. Hans, Cindy gaat weg. Hans, u? Ga even naar ze toe. Ga even naar Hans toe. Ja, okay, okay. Meneer weet ervan. Gaan we gewoon door nu? Hans, komt het door mij? Maar komt er niet door mij, Hans? Hans? Hè? Komt er niet door mij dat ik... Komt er niet door mij nu? Nee. Ik moet even moeten stoppen. Ik heb nog steeds stoppen, maar... Dat vind ik heel vervelend. Ja, Ruud, heel goed. Deze meneer naast je weet alles van. Dat is de baas van Rad van Fortuyn. Hij speelt. Dus wees niet te zenuwachtig. Loop naar Hans van de Tocht toe. Dan volg je met alle camera's. Iedereen weet er nu van. Iedereen lacht zich helemaal gek om. Ze vinden ze heel fantastisch. Loop maar naar Hans. Loop maar naar Hans van de Tocht. Het is gewoon een heleboel in de maan met je mee. Ja, Hans? Ik maak een hele eigen show van, maar Hans? 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 Wat is er aan de hand met hem? En Ruud, loop maar weer terug naar de... Ruud, loop maar weer terug. Nee, ik hoef niks te drinken. Ruud? Ik ben gefixeerd op het. Ik mag niet afgaan. U bent familie van hem of niet? Ja, ik ben schoonzus van zijn vader. Ruud, kom maar terug. Het is heel leuk. Kom even hier, Taco. Maar hij kent hem niet eens als hij... Dit is de familie van Ruud. Ja. Ruud? En mevrouw zegt, je mag ook zijn huis. Loop maar even naar je vrouw herkent en doe maar even, het gaat maar even gewoon. Of je schoonzus is dat. Je schoonzus staat bij handen lopen. Ja, maar hij is zo... Dit is hem niet. Ja, wij vinden het zelf ook een beetje vreemd. Het lijkt alsof hij verkoopt om de invloed van de ene kant. Heeft hij iets gebruikt, die cocaïne? Nee, absoluut niet. Nee? Absoluut niet. Ook niet een enkele keer of zo? Nee. Luut, loop maar naar Hans toe. Laat die mevrouw maar alleen, die kennen we heel goed. Maar misschien de zenuwen, ik denk dat ze de zenuwen zijn. Nou, laten we het nog één keer proberen. Ja. Oké. Okay. Ik heb er zin in. Perfect. Ik heb er wel zin in. Heb je zin in? Oké. Okay. Okay. Gaan we nu... Ik ben alleen bloednerveus. Verder. Alleen wel bloednerveus, maar... Zeg je? Ik ben wel bloednerveus, maar... Ik vind het zo spannend. Ik vind het spannend. Ja. Zo, ja. Ja. Zo, we gaan er weer voor, mensen. Ja. En we hebben er zin in. Toch, Ruud? Heel erg zin. Met heel z'n allen. Nou en op. Enig. En het gaat lukken ook. Ik wou graag de thee van Tinus. De thee van Tinus heb ik één keer voor jullie, zet goed. Aan het eind staat hij. En we zoeken nog steeds een ding, hè, dat ding. Ga door, Lisette. Ga naar 550 gulden, Lisette. Hans, Hans, het is diepvrieskist. Diepvrieskist. Dat is het woord. Dag, dames en heren. Hallo. Hallo. Hans. Hallo. Het woord, kom even bij, is diepvrieskist. Ik heb je iets uit te leggen. Enig allemaal is dit. Ik hoop dat u mij kunt verstaan, want ik heb geen microfoon om. Ik moet je iets uitleggen, Hans. Je zit in hoestalking. En in hoestalking sturen wij mensen naar wie die een oortje in hebben. Dat was vanavond Ruud. Ja. Alles wat Ruud heeft gezegd, kwam van mij. Alles wat Ruud heeft gezegd, kwam van mij. Hij is verder helemaal normaal. Ja, Hans. Ruud is wel normaal. Je was even uitermate geërgerd, hè? Ja, op een gegeven ogenblik had ik zo echt zoiets. En dan komt ook dat schoonzusje van hem, wat is die tribune afkwam. Had een soort heel lang groot wit t-shirt aan. En toen dacht ik eventjes nog dat de zuster was. Nee, dat ze misschien de verpleegster van hem was. Dat hij misschien in een psychiatrische inrichting zat. En dat zij mee was om hem te beschermen. Het is een gevaarlijke gek. Ja, gevaarlijke gek, dacht ik op het laatst. Ja. Maar zo zal het niet allemaal. Het is ontzettend jammer, Ruud, dat wij er niet in geslaagd zijn om het woord te raden. Ja. Want onze verbinding viel af en toe weg en de zoomer, Hans, bij jou, die werkt echt. Ja, die werkt. Dus het woord raden is mij niet gelukt. Jij hebt na deze uitleg nog meegedaan, echt aan het spel, natuurlijk. Ja. Wat heb je gewonnen? Weet je nog? Ik heb drie kleinere prijsjes gewonnen, om het zo te zeggen. Sorry.
het grote geld in één neus voorbij gaan? Ja, oh, wat zonde, Ruud. Oh, wat jammer. Maar hij weet toch een leuke verrassing. Je hebt er niet voor niks gestaan. De gouden envelop, 2500 gulden, Ruud Drupsteen, is voor jou. Gefeliciteerd. Dank je wel. Uitstekend gedaan. We hebben van je genoten. Dank je. Hans, ook dank je wel voor je komst. Graag gedaan, Rob. Tot de volgende keer. Dank je wel. Dit was de eerste aflevering van Hoe Stalking. Ik hoop dat het programma minstens een glimlach op uw gezicht heeft kunnen toveren. Wat mij betreft graag tot volgende week maandag of tot aanstaande woensdag bij Orde Orde. En pas op, als u iemand in de omgeving heeft die raar spreekt, denk dan Who's Talking. Wat leuk om terug te zien. Who's Talking? Who's talking? Who's talking? Who's talking?